Leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Het is weer tijd voor een Naked Shop vlog. Ik heb voor €350 items zitten bestellen van Naked. Ik heb ook een hele leuke kortingscode voor jullie, maar daar kom ik zo op terug. Over één item, eigenlijk twee, is één set, ben ik echt heel erg benieuwd. Dus ben je benieuwd wat ik dit keer bij Naked heb geshopt? Blijf dan zeker even kijken. Doe een duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. De komende tijd ga ik weer wat meer Shop With Me's opnemen. Helemaal zin in. Er komt nog een morning routine online. Ook helemaal zin in. Dat is namelijk een tijdje geleden. Dus dat vind ik dan wel weer even leuk om te filmen. Dus om dat niet te missen allemaal kun je je abonneren op mijn kanaal. Maak je me echt ontzettend blij mee. Laat ook zeker even weten welke video's je van mij nog meer wilt zien op mijn kanaal. Ik heb dus nog een kortingscode voor jullie voor bij Naked. Dit is ook een samenwerking met Naked. Verder geef ik gewoon mijn eerlijke mening. Mocht iets niet passen, mocht de kwaliteit niet goed zijn, whatever, dan ben ik daar gewoon heel eerlijk in. Met de code FLOORDELVER krijg je 30% korting voor nieuwe klanten. Dus ben je nog geen klant bij Naked, krijg je 30% korting met de code FLOORDELVER. Maar ben je al wel een bestaande klant bij Naked, dan heb ik ook een kortingscode voor jou. Want dan krijg je ook met dezelfde kortingscode FLOORDELVER 15% korting. Ik zal alles even in de beschrijving linken, mocht je dat terug willen zien. Ook, zo. Ook dus de linkjes van de items die ik heb besteld, maar ook de kortingscode. Dus check dat even aan het einde van de video. Dan gaan we nu lekker snel beginnen, want dit is een lange intro. Oeh. Dit is dus de tas. Het is enorm veel wel. Ik ga het gewoon het eerste item uithalen. Nou, het eerste item wat eigenlijk al bovenop ligt is gelijk het item waar ik heel erg enthousiast over ben. Ik hoop ook echt dat het een beetje past en staat zoals ik voor ogen heb. Het ziet er namelijk wel een beetje groot uit. Maar goed, ik begin gewoon met het bovenste gedeelte. Ik heb namelijk deze babyroze blazer besteld. Ik vind dit toch helemaal leuk. Straks als het lente is en zomer, dan is dit kleurtje echt geweldig. Ik ga straks dus afstuderen, dus ik zit 40 uur op kantoor, dus dan moet je ook wel een beetje nette kleding aan. Ik kon het niet laten, ik zie het al helemaal zitten. In ieder geval deze blazer dus. Dit is van de Oké, wacht, ik weet niet hoe ik dat uitspreek. Yanka Poliani. Dat zeg ik op heel erg op zijn Nederlands, maar goed. In ieder geval van deze collectie van Naked. Ik heb hem in een maatje 36 en het is dus gewoon een erg oversized blazertje. Nou ja, goed. En daarbij hoort natuurlijk ook een leuke broek. Dat is deze nette pantalon. Dit is toch helemaal geweldig. Hij is ook lekker wijd. Gewoon van die wide leg pantalon. Dus ik hoop dat het allemaal niet net te heftig is. Maar anders dan kan ik het ook gewoon los combineren. Ik vind dit ook een hele leuke broek. Gewoon voor straks in de zomer. Met een witte body of zo erop. Lekkere sandaaltjes of slippers eronder. Dan is dit ook al wel heel erg leuk. Dus ik ben ontzettend benieuwd. Deze heb ik ook in een maatje 36. Dus ja, vaak heb ik 36 ook al met broeken bij Naked. Ik hoop gewoon dat de pak gewoon heel erg gaaf staat. En dat het allemaal niet iets te groot en heftig is. Maar goed, dat gaan we zien. En anders draag ik het lekker apart. De broek die kost €57,95. De blazer die kost €80,95. Nou, en dan een pak. Ik ben verliefd. Ik vind dit echt heel erg gaaf. Het is dus een lichtroze blazer. Ik zou er dan zelf een wit shirt of zo onder doen. En dan de broek. De broek zit ook echt als gegoten. Hij sluit echt heel erg mooi aan. Ook van de achterkant. En hij is ook wel wat langer. Maar als ik dan mijn sneakers of laarsjes eronder aan doe, dan zit hij perfect. Dit is toch leuk om naar kantoor aan te doen. Ik zie mezelf al helemaal lopen. Ook gewoon apart van elkaar. Dus of alleen een broek met een wit t-shirt. Of alleen een blazer. Heel erg gaaf. Pakken we hem door met het volgende item. En ik pak gewoon het eerste wat ik zie. Oh ja, ik dacht even dat het wat anders was. Dit, hier ben ik echt benieuwd naar. Oké, wacht, ik moet het nog even maken. Wacht even. Of nou ja, maken. Ik moet even de knoopjes dicht doen. Oké, dit is dus zo'n topje. En ik zag het heel vaak nu voorbij komen bij Naked. En ik dacht, dit is zo leuk straks voor in de zomer. En dan gewoon een all black outfitje. Dit topje erboven, satijn. Met een leerbroekje, met franjes, kort broekje. Leuke sandalen eronder. Sieraden goud, riempje erbij. Helemaal leuk.
Maar goed, dit is echt iets wat je even moet aanzien op de aanbeelden. Want dit is heel erg lastig te laten zien. Maar het is in ieder geval zo'n one shoulder satijnen top. Ik vind hem echt heel erg mooi. In het zwart, als je dit ziet, denk je echt, wat is dit? Maar echt, geloof me, dit moet je aanzien. En dan hoop ik alsnog dat het zoals de foto is en dat het mij staat. Maar goed, dat zien we dan wel weer. Ik vind dit een heel leuk topje. Met de armbeelden zie je dus beter. Ik heb deze in een maatje 36. En dit topje kost €20,95. Oké, ik krijg de knoopjes dus echt niet dicht bij mezelf. Ze zitten best wel strak, dus daar heb ik echt hulp nodig. Ik weet zeker dat als iemand mij hierbij helpt, dat het dan wel gewoon lukt. Maar ja, ik vind de top eigenlijk wel heel erg leuk. Toch niet helemaal in gedachten met dit broekje. En al helemaal niet met een panty eronder. Maar goed, dit is gewoon even wat ik nu aan had. Maar ik denk met een pantalon of zo erbij. Uiteraard geen BH aan. Dat dat heel erg leuk staat. Vooral in de zomer als je wat bruiner bent. Maar goed, ik heb gewoon hulp nodig met dit dicht doen. Want ik krijg het niet voor elkaar. Let daar wel op. Hij zit echt heel erg strak met die knopen. Hij gaat dicht. Dat lukt wel. Maar ik heb daar gewoon even hulp bij nodig. Pakken we hem gelijk door. Want ik vond hem zo leuk staan. Of tenminste bij de foto op de site. Bij het model. Dat ik dacht, weet je, we pakken hem door in het paars. Een beetje de fuchsia kleur. Ik vond dit ook heel gaaf als je echt een beetje bruin bent. Door de zon dan kan dit zeker wel potentie hebben. Ik moet zeggen dat ik nu ontzettend bleek ben voor mij doen. Maar ja, goed, het is januari. Wat verwacht ik? Maar straks hoop ik toch wel weer op vakantie een beetje een kleurtje op te doen. Dus dan is dit echt wel een hele gave top en een hele gave kleur, denk ik. Ook weer leuk met een zwart leerbroekje of zo eronder. Ik heb dus ook in een 36 en die kost dus ook, even kijken, €20,95. En hetzelfde geldt voor de paarse top. Ook moeilijk dicht doen, maar daar heb ik gewoon even hulp bij nodig. Dan gaat die passen. Ik vind deze echt nog leuker dan de zwarte. Ik vind deze zo leuk. Dus dit is echt iets leuks voor op vakantie straks. Dat duurt nog wel even, maar hele leuke top. En uiteraard zonder BH dan. Mocht je mijn vorige shoplog hebben gezien van Naked, dan weet je dat deze item voor mijn oma was. Helaas past hem niet. Ik vind het zo sneu. Ze voelt het ook helemaal zielig om mij te vertellen. Ik zeg, oma, maakt niet uit. Ik geef hem wel aan iemand anders. Ik weet zeker dat iemand anders er wel blij mee kan maken. Maar goed, ik vond het zo sneu dat ze het niet paste. Dat ik zei, weet je, kies maar weer even wat uit. Dus mijn oma heeft wat uitgekozen en goh, misschien denk je, ze houdt van bruin. Zit in de familie, ik hou ook van bruin. Dus oma heeft deze vest uitgekozen en ik vind het echt een leuke vest. Hij is echt ontzettend dik. Even kijken, dit is een XL, een bruine kleur en dan heeft hij nog wel een band. Zodat je het nog wel een beetje kan, ja, tailleren zeg maar. En die vest kost €51,95. Nou, dan heb ik hier de vest voor mijn oma. Lekker oversized natuurlijk voor mij, maar dit gaat haar echt heel erg leuk staan. Het is een best wel warme bruine kleur. Je kan het eigenlijk ook wel goed zien op camera. Dus ja, ik vind het wel wat hebben. Heel erg dik ook van kwaliteit en je kan hem natuurlijk gewoon nog strikken aan de voorkant. Dan kom ik alweer aan bij het allerlaatste, oh nee, dat is niet waar, bij het ene laatste item. En dat is een tijdje geleden dat ik dit heb besteld bij Naked. Ik heb schoenen besteld. Ik zoek dus al echt, ik denk geen grap, 3 jaar zwarte sneakers. Nou heb ik geen zwarte sneakers dit keer uitgekozen. Maar soms heb je toch een outfitje dat je denkt, hier horen zwarte sneakers onder. Ik vind sneakers, nou ja oké, witte sneakers vind ik op zich wel makkelijk te scoren. Dat ik denk, oh dit vind ik wel mooie sneakers. Maar zwarte sneakers vind ik op een of andere manier zo moeilijk te vinden. Echt leuke zwarte sneakers, ik weet niet, ik vind dat gewoon lastig. En toen zag ik deze bij Naked. En toen dacht ik, oh maar dit is perfect. Want het is niet volledig zwart, maar het heeft wel zwarte details. En dan ook met een zwart outfitje kun je deze dan gewoon dragen, want er zit gewoon zwart in. Ik vind ze echt heel gaaf. Hier moet je van houden. Ze zijn best wel lomp ook de zool, maar ik vind het echt geweldig. Ze zien er wel echt heel groot uit. Ik bedoel, als ik dit zie, holy shit. Maar het is een maatje 39, dus dat moet ik wel gewoon passen. Ik denk als je gewoon een wijde broek erover aan hebt, weet je wel, dan is dat helemaal leuk. Dus ik vind ze echt heel erg gaaf. Maatje 39 dus. En de kleuren een beetje, ja, off-white, wit, grijs en zwart zit hierin. Ik zou niet zo snel op deze manier combineren. Maar goed, dit is gewoon wat ik op dit moment aan heb. Maar de sneakers zijn zo ontzettend leuk. Ze zitten echt heerlijk.
En hoe lomp ze eigenlijk leken in mijn handen, hoe niet lomp ze aanstaan. Ik vind ze echt geweldig. Zit het vooral voor je met zo'n zwarte, wijde, leuke broek aan. Deze sneakertjes eronder, leuke trui of top erboven. Ik ben echt verliefd op deze sneakers. Nou, en dan kom ik aan bij het allerlaatste item. En dit is echt een floor item. Helemaal verliefd. Dit is eigenlijk wel iets voor in de zomer. Maar goed, ik vond het te leuk. Ik zie het dus helemaal voor me met een zwarte hoed erbij op. Leuke sandaaltjes eronder. Of juist stoere laarsjes eronder. Dit is het item. Het is een satijnen jurk. Wat korter. Maar dit soort modellen staan mij vaak echt wel heel erg goed. De bovenkant is zeg maar zo. En dan heeft hij wat diamantjes daar. Dat vind ik ook echt een heel erg leuk detail. Deze touwtjes zijn ook gewoon te verstellen. Dus die kun je strakker maken. En dan loopt het een beetje in een A-lijn jurkje door. Het is een kort jurkje, maar ik vind dit echt heel erg leuk. Het lijkt een beetje op mijn lievelingsjurkje van de Stradivarius. Maar dan satijnzwart met gouden, gouden met diamantjes erbij. Helemaal leuk. Even kijken, heeft dit een rits? Ja, dit heeft de rits aan de zijkant, dus dan is het ook wat makkelijker aan te trekken. Deze heb ik in een maatje 36. En die kost 57,95. En precies hoe ze het op de website zeg maar hebben gesteld, zo zou ik het absoluut dragen. Het is toch amazing. Wat is dit jurkje? Hij is echt ontzettend leuk. Ik moet zeggen, uiteraard een andere BH onderdoen, strapless of gewoon boobtape. En er zit een kreukel in die er nog niet uitgaat. Dus dat moet ik dan even stomen, hier zo. Maar voor de rest, als je dat even wegdenkt, is die echt ontzettend leuk. Ook met een hoed. Leuke sandaaltjes eronder. Of juist van die stoere cowboylaarsjes of zo. Ik moet zeggen dat hij wel echt ontzettend kort is. Of kans vind ik dat op zich niet zo erg als je bijvoorbeeld naar het strand gaat en dit even aandoet of zo. Maar goed, ik vind hem echt heel erg leuk. Dat was het weer de Naked Shop vlog. Ik ben heel erg benieuwd wat jij het leukste item vindt uit deze video. Laat het maar weten in de comments. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik zet dus de linkjes in de beschrijving en ook dus de kortingscode FLOORDELVER voor 30% korting voor nieuwe klanten en 15% korting voor bestaande klanten. Zet ik ook allemaal in de beschrijving, dus dat kun je lekker teruglezen. Nogmaals dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer tot een volgende video. Doei doei!